Ozos speelt onder regie van Jos Salari het indrukwekkende stuk Leedvermaak van Judith Herzberg in het Skagon Theater in Schagen. Wij zien een door de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerde Joodse familie tijdens het derde huwelijk van de dochter des huizes. Nou ja, lieve dochter, lieve schoonzoon natuurlijk. Het zal niet nodig zijn om u duidelijk te maken dat de voorstelling die we net zagen iets wat vooruitliep op de voorstelling die ik zelf wil geven en die erin zou bestaan dat ik jullie een cheque zou geven voor jullie huwelijksreis. En nou weet ik ook wel dat jullie het geld als zodanig niet nodig hebben, maar in zekere zin. Maar in zekere zin wilden wij dat het ons genoegen zou zijn om jullie deze reis te verschaffen. Ja. Ja? Dus als jullie daar in de vreemde zijn, Lea, lieve Alexander. Nico. Nico. Kijk nou! Och, och kind. Mooi. Fantastisch. Nee meneer, ik ben hier voor het serveren en ik heb beloofd me met niets of met niemand in te laten. Anders mocht het niet. Vreemde condities. Maar mijn moeder zei, ik ken die mensen niet. En het zijn misschien wel hele goede mensen. Dat komt ook voor. Maar als je daar tot midden in de nacht moet blijven, moet je beloven dat je... Zo bruin. Hier was het nog winter. Gênant. Waarom? Vervelend om zo bruin te zijn terwijl iedereen... Waarom? Alsof je zegt, ach, dat begrijp je toch wel. Jawel. Lieve dochter. Lieve schoonzoon, het zal niet nodig zijn om jullie duidelijk te maken dat de voorstelling die we net zagen iets wat vooruitliep op de voorstelling die ik zelf wilde geven en die erin zou bestaan, dat ik jullie een cheque zou geven voor jullie huwelijksreis. Ja. En nou weet ik ook wel dat jullie het geld als zodanig niet nodig hebben. Maar wij wilden in zekere zin dat het ons genoegen zou zijn om jullie deze reis te verschaffen. Dus als jullie dadelijk in de vreemde zijn, lieve Lea, lieve Alexander. Nico! Sorry, neem me niet kwalijk. Lieve Lea, lieve Nico, als je het dus op de keper beschouwt, dan is het een tamelijk egocentrische aangelegenheid dat wij jullie deze reis cadeau wilden doen. Het was overigens Ada die daarop aandrong, aangezien wij zelf nooit in de gelegenheid waren, dat hoef ik niet verder uit te leggen. Het was Ada die erop aandrong dat jullie, lieve Nico, lieve Alexander, Lea. Dat jullie deze reis zouden accepteren als onze bijdrage aan deze nieuwe hoopgevende combinatie. Ja. En ik weet zeker dat zodra jullie eenmaal onderweg zijn, jullie niet langer zullen lijden onder de gedachte dat dit ons geschenk was, maar dat jullie zullen genieten van jullie jonge levens voor wat ze werkelijk zijn. Een geschenk van de natuur. Ja. Mooi.